Poetin. Nee. Ik rij gewoon even weg met mijn stoel. Dagelijks HD. Hallo mensen, vandaag is het heel leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Akinator. Mijn naam is Milan Knol en vandaag gaan we even naar... Weet je trouwens dat ik het serieus echt, echt leuk vind dat je kijkt? Ik vind het serieus gewoon echt leuk. Ik vind het echt leuk. Zoals altijd gaan we even naar de reacties van vorige week donderdag om 7 uur. Toen zocht ik namelijk K3. Dus laten we naar de eerste reactie gaan en die komt van... It's Luke. En hij zegt, like zodat Milan dit ziet. En daaronder, like zodat Milan dit ziet. En daaronder, like zodat Milan dit ziet. En daaronder, like zodat Milan dit ziet. Mijn plan begint te werken. Iedereen spamt binnenkort. Like, zodat Milan dit ziet. Oké. Maar even serieus jongens, ik heb jullie wel gezien. Jullie hebben reacties achtergelaten bij andere YouTubers met like, zodat Milan dit ziet. En ik zweer het je, ik lach me helemaal kapot. Ik zag er, oh my god, ze doen het nog. Dit is geniaal. Dit is, wat een meesterplan. Ik vind het oprecht echt vet. Oké, laten we gewoon beginnen met de aflevering anders. Trouwens, ben je heel erg benieuwd van, hey Milan, wat heb je voor wit shirt aan? Nou, dat is heel simpel. Dat is namelijk een... Man met snor. Mag ik epische muziek? En nu vraag je je af, waar kom ik aan zo'n goed, mooi man met snor shirt? Ik heb goed nieuws. Je kan dit shirt, deze sweater en ook deze posters pre-orderen. Op milanknol.fanfiber.nl. En zoals altijd, de link staat in de beschrijving. Dus Milan, goed gedaan. We beginnen met de eerste reactie en die komt van Zoezo1. Die zegt, zoek Patrick van SpongeBob, like zodat niet. Want dit ziet. Ja, superleuk. Wij gaan gewoon zoeken op deze man, Patrick van SpongeBob, die leeft onder een steen. Is je personage afkomstig uit Nederland? Nee. Ja, weet ik niet. Van mij weet ik niet. Heeft je personage een snor? Nee. Is je personage een meisje? Nee. Is je personage een dier? Ja. Eigenlijk, basically, actually, obviously, of coursely, crucially. Oh, dat is best lekker. Is Patrick gewoon een zeester? Dus hij is, ja, een dier. Draagt je personage kleding? Ja, een zwembroek. Is je personage een soort vogel? Nee. Is je personage Portugees? Patrike! Ik kan geen Portugees. Nee. Loopt je personage op 4 benen of poten? Nee. Was je personage al beroemd in de jaren 70? Nee. Ja. Nee. Was toen spot? Nee. Is je personage geel? Nee. Is je personage een muis? Nee. Komt je personage uit een tv-serie? Ja. Is je personage bekend dankzij Nickelodeon? Ja. Leeft je personage onder water? Ja. Hij gaat hem raden. Let maar op. Houdt je karakter van roze? Ja. Heeft jouw personage een beste vriend? Ja. Het is Patrick Ster. Fictief personage. Ja hoor, sport. Ja. Ja. Akinator. Dit was te makkelijk. Degene die dit reageerde, dit was te makkelijk. Oké? Maar goed gedaan, Akinator. Oh nee, jullie vielen even uit. Jullie batterij was op. Maar daar heb je natuurlijk helemaal niks van gemerkt. Laten we gewoon doorgaan naar de volgende reactie. En de volgende reactie komt van Kian Wiltink en die zegt, zoek Pikachu van Pokémon, like zodat Milan dit ziet. Want ik... Oké. Laten we erop houden dat mijn plan werkt. Wij gaan zoeken Pikachu van Pokémon. Is je personage een vrouw? Weet ik niet. Heeft je personage echt bestaan? Nee. Is je personage een Pokémon? Oh my, are you serious? Ik heb niks zeg maar op Google gedaan van Pikachu, hoe die eruit ziet of what the fuck dan ook. Dit snap ik echt niet. Bij de derde vraag al meteen dit. Dit kan geen toeval zijn. Dit is bizar. Ik heb geen enkel... Ik weet het niet. Maar ja, dat is hij, ja. Hij... En dan deze vraag. Produceert hij... Oh my god, ik snap echt niet hoe dit kan. Ja, hij produceert elektriciteit. Is hij ouder dan 10? Ja, weet ik veel. Heeft je personage je beste vriend? Ja, dat is Ash. Leeft hij samen met een man? Ja, is hij getrouwd in 1991 met acteur... Wat? Nee. Ja, Pikachu. Yo, deze was snel. Machinator, goed gedaan, man. Laten we doorgaan naar de volgende reactie en die komt van een dikke kut, namelijk Kut Janus. En die zegt, zoek Poetin, like zodat Milan dit... Wacht, wat? Milan... Oké, je had me. Milan, zodat Like dit ziet. Ja. De originaliteitsprijs nummer
één gaat naar jou. Wij gaan op zoek naar deze meneer. Dit is de leider van Rusland. Een hele gevaarlijke man, zeggen sommigen. En anderen zeggen weer dat hij heel aardig is en dat hij gewoon met homo's omgaat. En als Poetin dit nu ziet, dan gaat hij me waarschijnlijk vermoorden. Komt je personage voor in de tv-serie Pokémon? Nee. Is je personage een mens? Ja. Bestaat je personage echt? Ja. Woont je personage in Nederland? Nee. Is je personage van het vrouwelijk geslacht? Nee. Is je personage Amerikaans? Nee. Is je personage bekend door sport? Nee. Is je personage momenteel ouder dan 30 jaar? Ja. Is je personage dood? Nee, helaas niet. Oh, ik bedoel nee. Oh nee, dan gaat hij me weer vermoorden. Ik hoor hem al. Poetin! Nee! Ik rijd gewoon even weg met mijn stoel. Dit is zeg maar gewoon van dat ik zeg maar bang ben voor poep. Oké. Leeft je personage in hetzelfde land als jij? Nee. Is je personage Engels? Nee. Is je personage in de politiek? Ja, je zou kunnen zeggen van wel, ja. Is je personage Russisch? Ja. Is je karakter lid van de Janoskians? Nee. Zie je het voor je? Nee. Is je personage Frans? Ah oui, le putain, putain. Ja, putain is wel een scheldwoord in Frans, maar dat schrijf je compleet anders. Dus le putain of la putain of de putain? Nee, dat is het niet, nee. Heeft je personage onder het mes gelegen? Nee. Komt je personage voor in een spel van Konami? Nee. Spreekt je karakter slecht Engels? Weet ik niet. Waarschijnlijk wel, denk ik. Ik denk aan Poetin. Hij is YOLO gay. Wat? Hij is YOLO gay? Volgens mij ben ik niet de enige die denkt dat Poetin Poetin zijn homo-haat verkeerd is, zeg maar. Voor als je het niet begrijpt, Poetin is de leider van Rusland en hij heeft een enorme hekel aan homo's. En blijkbaar heeft de persoon die dit heeft ingevuld duidelijke hekel aan Poetin, wat ik op zich wel begrijp, want een homo-hater is niet echt een aardig persoon, zeg maar. Ik bedoel, het zijn ook maar gewoon mensen, net zoals jij en ik, dus wat de frank. Maar ja, het is Poetin, hij is YOLO gay. Goed alweer geraden. Akinator, heel goed gedaan. Gefeliciteerd. Bedankt voor het kijken naar de aflevering van Akinator. En vergeet niet de beschrijving te checken voor deze fucking gruwelijke merchandise. Je kan het dus alvast pre-orderen. Dat betekent dus dat je het alvast kan bestellen. Maar dat je dus even moet wachten totdat de levering komt. En dan ga ik aankondigen in de video wanneer de levering er is. En wanneer je hem ongeveer binnenkrijgt. Snap je? En als je wat vette shit koopt in die shop. Heel erg bedankt voor jullie support. Ik vind het serieus vet als je dat wil doen. Ik vind het serieus gruwelijk om een poster te zien in jouw kamer. Van Milan VS Man met Snor. Echt fucking gruwelijk. Dankjewel voor jullie support, dankjewel voor je like, dankjewel voor het abonneren, dankjewel, 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 dankjewel. Einde video. Pff. Maar je doet net alsof ik niks aan het doen ben, ik ben gewoon een beetje de wedstrijd aan het kijken. Ja, je bent gewoon een beetje statistiek. En ik kijk gewoon, en ik zit zo te kijken. Ah, the fucking cut!